Maandagavond TV1, de Drie Wijzen. Uw gastheer is Koert van Eegem. Dankjewel. Hartelijk dank. Dames en heren, hier in het Amerikaans Theater. En ook u thuis hartelijk dank om te kijken naar onze Drie Wijzen. Ik stel ze graag aan u voor en ik begin bij Jacques Vermeire. Ja, iets overdreven. Onze tweede wijze voor het eerst in dit programma, Gertie Christoffels. Charming young lady. En tot slot, derde in de rij, Walter Grotaas. Lady. En ik stel u bijzonder graag voor aan onze kandidaten. En ik begin bij Mirjam, nee, bij Paul. Dank u. Paul, ik begin uiteraard bij jou. Paul, Paul, Paul. En jij komt uit Deurne. Deurne. Paul is uit Deurne en hij werkt in Deurne. In Mortsel. In Mortsel, vlakbij Deurne eigenlijk. Ja. Maar Paul, wat ik mij heb laten vertellen, dat is dat jij elke ochtend wordt gewekt door de vlucht naar Amsterdam. Moet je eens uitleggen hoe dat komt? Daar geloof ik niet veel. Nee, is niet zo. Maar, nee. Maar het, komt, het gebeurt wel eens. Het gebeurt wel eens, ja. Door een vliegtuig wordt wakker, uit je bed wordt gevoerd, zeg maar. Geloof. Want je woont vlakbij. Vlakbij de vliegtuig. Vlakbij de luchthaven. Vlakbij de internationale luchthaven van Antwerpen. Deur. 6 vliegtuigen per dag. Ja. En Paul, jij werkt in een psychiatrisch instituut. Jawel. Ik ben daar ooit wel eens geweest. Het was daar bijzonder gezellig toen, want het was zo'n open deurdag. Hè? Ja, en toen was het er ontzettend leuk, maar dat is niet altijd zo. Want je moet er... Maar eigenlijk is het toch wel... Ja, het is toch aangenaam. Je werkt er graag, je doet er goed werk. En wij hopen dat je nog een tijd mag doen, hè, Paul. Maar je bent getrouwd. Ja. Je hebt kinderen. 3 kinderen. En je hebt geld nodig. Oh. En daar gaan we nu voor spelen? Ja. Oké, okay. Hebben we allemaal geen geld nodig. Even nog een applausje naar Paul en dan gaan we naar Mirjam. Lieve Mirjam. Lieve Mirjam, dat is mijn hand. Leg er eens een handje op. Zo, en dan komt er nog een handje. Weet je waarom ik dat doe? Ja, lach maar. Maar ik moet dat doen, want wat ik nu voel, dat is eigenlijk bijna... Vroeger had je in de stations wel zo'n toestel waar je moest op gaan staan als je een beetje zenuwachtig was. En dat schudde heel hard en dat was goed voor de maag, hè. En dat is nu zoiets wat ik vast heb. Het is... Ja, en Nijpen en zo allemaal. Mirjam is van Brugge. Mirjam is heel erg zenuwachtig, maar daar gaan we iets aan doen. Hè, Mirjam? We gaan er wat aan doen, hè? Ik hoop het. Want Mirjam is ontzaglijk lief meisje, haar zus ook. En, die hebben we gezien, het is ook heel erg mooi. Allemaal mooie meisjes. Bij de familie, even kijken, Rogiers. Ja. Huh? Mirjam, wat doe je in Brugge? Zit je op school? Ja. Maar niet in Brugge, hè? In Oostende, nee, geloof ik. In Oostende, aan het Zeertje, hè? En daar ben je zo gewoon van te fladderen van de wind, dat je dat hier nog een beetje komt nadoen. Ja. Dat is het, hè? Maar je hebt er wel zin in, hè? Het zal toch wel lukken. Ja, een beetje zenuwen moet kunnen. Mirjam, eventjes voor de camera, misschien helemaal in detail, heeft ze daar de Tour de Eiffeltoren. En hier heeft ze dan een vorkje en daar heeft ze dan nog een stukje uit Egypte. En zo zou ik nog heel erg ver door kunnen gaan. Maar dat gaan we nu niet doen. We gaan namelijk spelen, Mirjam. We gaan spelen. Wat studeer je eigenlijk nog voor? Moet ik nog even vragen? Secretaresse. Voor secretaresse. Volgens mij is de man die jou als secretaresse krijgt nu al een gelukkig man. We gaan spelen. We gaan daarvoor de straat op en dat is met Chris van den Durpen. Kent u een watman? Een wat? Een watman. Nee. Nee. Kent u het? Nee. En wat doet het u denken als u het woord hoort, watman? Ja, aan wat doet u dat denken als u het woord hoort, watman, Jacques Vermeire? Watman? Watman. Watman? Ja, watman. Watman. Deze meisjes die gaan... Die kennen watman niet natuurlijk, Paul en... Mirjam, naast de Eiffeltoren daar. Zij verwarren met Waterman. Zij verstaan Chris. Chris is niet goed bespraakt. En zij verstaan Waterman. Ze denken direct aan de dierenriem. En dat zullen zij antwoorden. De Waterman, zullen zij zeggen. Ik zei het al voor het eerst in onze uitzending. Dus Waterman zegt Sjaak. Maar dan gaan we even naar onze nieuwste, naar onze nieuwste vriendin toe. Naar Gertie Christoffels, want dat is onze nieuwste. En daar kom ik altijd even langs, hè, als er iemand nieuw is. Ja, ja, Gertie. Ah, ja. Jij bent nieuw in het programma. We hopen je nog vaak te zien. Maar in alle geval, Gertie, voor nu dat je nieuw bent, krijg je nog een extra applaus van de mensen. Dat is één keer, hoor. Ja. Ja. Wat ben je op dit moment mee bezig, Gertie? Wel, ja.
die eieren nog altijd. Nog altijd eieren leggen. Ja, die beginnen te zien. Van het drukken. Ja. Moet je elke keer drukken. Vind je het leuk om te doen? Ja, natuurlijk. Ja? En je ei wordt steeds lijkt mooier. Dat niet nee, zo, nee, nee. Je lacht van begin tot het einde, dus je kunt niet meer weten of je het nog leuk vindt. En, zeg Gertie, dat ei leggen is dat elke keer weer een. Nou, want het is toch een opgave. Ja. Want het is toch drukken, hè? Inderdaad, ja. Mijn ogen worden iedere keer een beetje smaller, natuurlijk, na iedere uitzending. Ja, Gertie Schinoffels. ik zou zeggen, Gertie, ik wens je nog heel veel eieren toe. En zorg dat ze gekleurd zijn. Leg ze meteen in de hof, kunnen de kinderen ernaar zoeken. Zo, okay, dat is Gertie Schinoffels. Antwoorden op de vraag nu. Wat, ja. Hè, wat hebben wij? Een watman. Wel, ik weet niet hoe het met bij Jaak thuis of bij Walter thuis is. Geweldig, maar... gezellig. In de canapé met dat lichtje aan, Gertie. Maar daar wou ik het net over hebben, Jaak. Ja. Want dus jij weet ondertussen dat het weer heel erg in is om gezellig thuis te zitten. En de huiselijkheid... Kokoenen. Ik wilde hier een heel verhaal vertellen, maar... Nee, liefst niet, Ik merk dus dat jullie volledig op de hoogte zijn, maar daar gaat het eigenlijk om. Deze twee jonge dames zijn dus ook heel erg op de hoogte. En in... Hoe ver bedoelde? In die optiek denken zij dus aan een man die in de watten gelegd wordt. En wat man? Dat hebben we wel nooit meegemaakt, dus dat kennen wij niet. Dat kennen wij niet. Nee? Walter, watten. Nee, zij denken bij het woord watman, denken zij eigenlijk aan een pantoffelheld. Zij denken dat het eigenlijk, zoals wij zeggen, een sloef is. Daar denken zij aan. Aan u? Zo. Zij denken dus aan goed, een pantoffelheld. Goed. Dan moet ik hem niet meer uitlachen. Ja. Ja. Walter gaat nu naar de Wiener Sangerknapen. Dat ziet je als een uitrusting. De jodelende nachtegaal, beste vrienden hier bij ons. Jurgen Olifant. Hij gaat nu enkele liedjes zingen voor u. Beter een jodelende nachtegaal dan een aangeklede naam, natuurlijk. Ja. Allee, het is goed nu. Paul en Mirjam, let even op. Het is een waterman volgens Jaak Vermeijren. Nee, ze zeggen man in watten. Dat zegt Gertie. Nee, een pantoffelheld. Dat stelt Walter Grootaas. U ziet het, het is niet gemakkelijk, hè, Mirjam? Probeer, als je drukt, probeer eerst je hand goed te concentreren. Want anders zou het kunnen dat je van beven nog verkeerde knop indrukt. Wat denk je, Paul en Mirjam? Ja, doe maar. Afdrukken maar. Ja. En jij houdt het op de waterman? Ja. Ja? Zij houdt het eigenlijk ook op de waterman, maar ze is uitgeschoten met de hand en het is man in watten geworden. Ja. Is dus de nummer 2, denk je, man in watten. Ja. Gaan even samen kijken naar Mirjam. Kent u een watman? Een wat? Een watman. Nee. Nee. Kent u het? Nee. En wat doet het u denken als u het woord hoort, watman? Van een man in watten. Alsjeblieft! Mirjam? De eerste 1000 zijn binnen, hè? Ja, want dat is net zoals bij Monopoly. Dat is een vergissing van de bank in uw voordeel. We gaan naar het tweede vraagje. 1000 frank voor Mirjam, 0. Op dit moment voor Paul. Geen probleem, Paul. Gaat er tegenaan. Hè? Wat is een, let goed op, heren en dames. Wat is een zorilla? Sjaak. Wij kennen allemaal het bekende sprookje. Attila de gorilla en Priscilla de zarilla. Niet te verwarren met Manila de Chinchilla. En deze twee, dus de gorilla, het Vermeijren tippen en de Zarilla, het Grootaas tippen. Dat is een beetje het pygmeetje, het kleine aapje. Nee, de schone en het beest wilde zeggen. Ja, dus het beest, zoals ik zei. En zeer duidelijk. Ja, maar ik had het al gezegd hoor, Walter. Je moet nu niet bij je eigen beginnen te lachen, natuurlijk. Hè. En de gorilla die heeft de bekende kreet. Roar, gorilla. En de Zarilla roept. Pff, gewoon. Pff. Niemand weet waarom. Hij roept. Pff. Wie zal het zeggen? Dus een Zarilla is een kleine gorilla. Een vorm van gorilla. Maar je hebt... Een Zorilla is een kleine gorilla. Gertie, ja, wat denk je? Je hebt het over een Zarilla. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over een Zorilla. Ja, maar Jack kan de O nog niet goed aan. hij is aan het oefenen. Nu is het al Zarilla, morgen wordt dat wel Zorilla. Nee, het is geen geval... gorilla, hè? Nee. In ieder geval als is het... Als hij zichzelf voorstelt, zegt hij ook nog altijd Jacques Vermeijer. Ja. Gertie, leg een ei. Dat is al verbeterd. Wat is een Zorilla? Nee, laat die eieren... Zeg, jongens. Gaat het nu hier om jullie twee alleen of wat? Maar ook nee, nog nee, even... nee, maar ga ze dat is een programma natuurlijk, hè? Allee, denk die eikel. Nee, het is in ieder geval geen gorilla. Dat is geen drie wijzen hier, hè? Dat wordt lachen met Gertie. Een hyper.
goed. Helemaal niet goed. Sjaakje. Ja. Lach eens een Gertie uit. Jongens, nee, goed. Nee. Mirjam, Paul, mag ik het tegen jullie vertellen dan? Een zorilla, dat is een marterachtig diertje. Twijf